Lianne van Loon, de eerste keer een wedstrijd op natuurreis. Wat vind je ervan hier in Zweden? Ik vind het echt geweldig. Het is zo mooi, het is zo'n leuke ervaring. Het is heel anders dan ik ervan had verwacht eigenlijk ook. Ja, jij bent een echte sprinter. Met inline kennen we jou natuurlijk van de grote toernooien. Daar doe je 300, 500, 1000. Hier mag je morgen 150 kilometer. Dat is best een verschil. Ja, dat is een heel groot verschil. Ik had ook eigenlijk niet verwacht dat ik vorig seizoen hier zou staan als sprinter. Maar ja, ik vind het ontzettend gaaf om te doen. En het gaat nog niet eens heel slecht, dus we gaan het allemaal wel zien. Nee, volgens mij wordt er al best een beetje rekening met jou gehouden. Je zit er vaak goed bij, die korte wedstrijden zeker. Dan ben jij best wel snel, hè, in zo'n eindsprint. Ja, maar ik heb nog zoveel te leren. Dus je kan de snelheid wel hebben, maar dat betekent niet gelijk dat het natuurlijk helemaal goed gaat in de eindsprint. Dus in dat opzicht heb ik nog veel te leren. Maar misschien aankomende jaren dat ik dan nog meer rekening met me moet worden gehouden in de eindsprint. Ja, want je hebt het over de aankomende jaren. Je bent een echte inlineser natuurlijk. Ga je steeds meer marathon schaatsen en gaat het inlinen naar de achtergrond of kan je het combineren? Nee, ik ga het wel echt combineren. Inline skaten, dat is toch echt wel wat ik het leukste vind. Dus dat blijf ik er sowieso bij doen. En ik ga het gewoon zo goed mogelijk proberen te combineren. Ja, als sprinter morgen een 150 kilometer. Hoe ga je nou zo'n wedstrijd in en wat verwacht je ervan? Ik verwacht er eigenlijk niet zo heel veel van. Het is gewoon, ik heb er heel veel zin in. En ik ga erin een beetje van kijken waar het schip strandt. En ja, ik denk ook dat ik gewoon geen verwachting mag hebben. Want weet je, vorig jaar reed ik nog alleen maar 500 meters en 1000. En dan is 150 kilometer wel in één keer een heel groot verschil. Succes morgen. Ja, dankjewel.